Nou, allereerst wil ik jullie van harte welkom heten bij deze druk bezochte webinar. En nou ja, druk bezocht, hij is eigenlijk volledig uitverkocht. Of uitverkocht. De meeste deelnemers, wat maximum kon zijn, die zijn allemaal bij ons aangemeld. Dus superleuk. Ook om te zien dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in het onderwerp. En ja, vandaag hopen we dus jullie inzicht te kunnen geven in de verschillende opties. Als een kant-en-klaar vocabulaire geen optie blijkt te zijn. Nou, voordat we inhoudelijk met het onderwerp gaan beginnen, zullen wij ons eerst even voorstellen. Mijn naam is Sandra van der Ende en dus samen met mijn collega Inge Bressers zal ik de webinar verzorgen. Wij werken beide als adviseur bij RDG Campagne. Zijn ook allebei afgestudeerd als logopedist en hebben allebei eerst werkervaring opgedaan voordat wij als adviseur aan de slag gingen. Nou, en vanuit onze rol als logopedist, als OC-specialist en als adviseur zien wij veel verschillende gebruikers met communicatieve uitdagingen, waarbij het toch steeds weer een puzzel ja, blijkt te zijn wat het beste qua inhoud past bij deze gebruikers. Nou, en vanuit onze ervaring en de ervaring ook vanuit het werkveld hebben we de verschillende opties naast elkaar gelegd en zo zijn we eigenlijk nou, mede tot deze webinar gekomen. En het doel van de webinar is dan ook om inzicht te geven in de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot het maken of het bouwen van een bottom-up vocabulaire anno 2021. Maar om te begrijpen welke keuzes je maakt, moeten we eerst terug naar de bottom-up vocabulaires van rond nou ja, 1980. En wat voor invloed heeft de kennis van nu op onze visie met betrekking tot het zelfbouwen van een bottom-up vocabulaire? En wat kunnen we eigenlijk al leren van de bestaande vocabulaires? En hoe kun je de sterke kanten van de bestaande vocabulaires gebruiken om zelf een goed en adequaat bottom-up vocabulaire te bouwen? En op deze vraag hopen we antwoord te kunnen geven in deze webinar. Ja, en omdat we vandaag te maken hebben met toch wel een hele uiteenlopende doelgroep. Ik zag dat er mensen zijn die met volwassenen werken. Mensen die al veel met ons te maken hebben gehad in hun rol als aanvragend therapeut. Leek het mij toch goed om nou ja, met elkaar even te kijken naar de verschillende termen. Zodat iedereen in ieder geval met diezelfde startinformatie deze webinar bekijkt. Ja, want als we het steeds hebben over een kernvocabulaire of een kant-en-klaar vocabulaire of bottom-up, ja, wat bedoelen we daar dan mee? Nou, een kernvocabulaire is een vocabulaire dat wordt gemaakt vanuit een top-down benadering. En dat betekent eigenlijk dat je gaat werken met een zeer uitgebreid vocabulaire. Ja, dat in principe bestaat uit, de naam zegt het al, kernwoorden, maar ook randwoorden en een alfabet. En de meeste kernvocabulaires die ontwikkeld zijn, die hebben al duizenden, soms al tot 5000 woorden voorgeprogrammeerd staan in het bestand. En hoef je eigenlijk alleen nog maar te gaan personaliseren. Wat een kernvocabulaire nog meer doet, is die houdt vast aan een bepaalde structuur die je ook nou ja, vaak niet makkelijk kan veranderen. En denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid vakken die op een pagina staan, de verdeling van de categorieën en de volgorde waarmee het vocabulaire werkt. En de naam zegt het al, ik zei het net ook al, een kernvocabulaire bevat eigenlijk altijd kernwoorden. En kernwoorden, dat zijn woorden die wij in onze dagelijkse communicaties heel veel gebruiken, maar niet per se heel concreet zijn. Kernwoorden gebruiken wij vooral in heel veel verschillende situaties. En denk dan aan woorden als willen, klaar, ik, ga. En tegenover kernwoorden heb je randwoorden. En randwoorden zijn vaak veel concretere woorden die je in minder situaties kunt gebruiken. En dan hebben we het voornamelijk over zelfstandige naamwoorden als een boterham, een fiets of een iPad. Een kernvocabulaire heeft eigenlijk een tweeledig doel, namelijk om de communicatie te ondersteunen als de verbale communicatie niet op gang komt, maar ook tegelijkertijd het ontwikkelen van het stimuleren van de taalontwikkeling. Want zo kun je met een kernvocabulaire bijvoorbeeld grammaticaal correcte zinnen bouwen en nou, op die manier ook gaan toewerken naar geletterdheid. Een kant-en-klaar vocabulaire is daarentegen eigenlijk wat minder uitgebreid dan een kernvocabulaire, maar heeft vaak al wel heel veel dingen voorgeprogrammeerd staan. En denk dan aan enkele honderden woorden in plaats van
de 1000 woorden die we zien, of duizenden woorden die we zien in een kernvocabulaire. Een kant-en-klaar vocabulaire heeft eigenlijk primair als doel om de communicatie te ondersteunen en is in die hoedanigheid ook wat minder gericht op het stimuleren of ondersteunen van de taalontwikkeling. Hoewel je vaak ook in kant-en-klare vocabulaires wel ziet dat je al korte zinnen kan maken, korte grammaticale zinnen zou kunnen maken. Wat je vaak ook kan doen in een kant-en-klaar vocabulaire is het aantal vakken op een pagina aanpassen. Omdat een kant-en-klaar vocabulaire, in tegenstelling tot een kernvocabulaire, wat minder vast zit aan een bepaalde structuur. Dus je zou een kant-en-klaar vocabulaire eigenlijk kunnen zien als iets dat tussen een kernvocabulaire en een bottom-up vocabulaire in zit. En ik heb daar straks ook wat voorbeelden van, dat je een idee krijgt van wat is een kant-en-klaar vocabulaire nu. Als we dan kijken naar een bottom-up vocabulaire, dat is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van een kernvocabulaire. Omdat een bottom-up vocabulaire, de naam zegt het al, uitgaat van een bottom-up principe in plaats van top-down. Dus wat je gaat doen bij een bottom-up vocabulaire is eigenlijk zelf het vocabulaire samenstellen. Waarbij je rekening houdt met de mogelijkheden, maar ook met de onmogelijkheden van de gebruiker. Wat het belangrijkste is, dat je eigenlijk bedenkt wat er nodig is. En je gaat echt vanaf nul beginnen met het invullen van het vocabulaire. Maar wanneer kies je nu voor het een en wanneer kies je voor het ander? Het is daarbij wel goed om te weten dat het een niet per se beter of slechter is dan het ander. Omdat je altijd moet kijken naar wat voor de gebruiker nodig is en wat het beste past. Uiteindelijk heb je natuurlijk wel een aantal dingen waar je naar kan kijken. En die wil ik graag met jullie doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan het cognitieve niveau. Dat kan een belangrijke afweging zijn wanneer je voor het een of het ander kiest. En dan kun je het bijvoorbeeld vergelijken met iemand met een cognitief niveau van 3 jaar. Betekent niet dat je altijd hetzelfde in zal zetten. Heb je bijvoorbeeld een jonge gebruiker met een ontwikkeling of een cognitieve leeftijd van 3 jaar, waarbij de verwachting is dat er groeimogelijkheden zijn, dan zul je die anders benaderen dan een volwassene met een cognitief niveau van 3 jaar, waarbij eigenlijk al de verwachting is dat er geen verdere groei meer gaat plaatsvinden. Zo zou je bij een jongere gebruiker eerder een kernvocabulaire inzetten, omdat we weten dat die ook de taalontwikkeling stimuleert. Terwijl bij een volwassene weet je dat die taalontwikkeling waarschijnlijk helemaal niet meer op gang zal gaan komen, waardoor je niet zo snel zou kiezen voor een kernvocabulaire. Dus dat ook een cognitief niveau kan ook afhankelijk zijn van de kalenderleeftijd die daarbij komt kijken. En ook bij motorische problematiek is het altijd goed om te kijken van wat kan iemand wel en wat kan iemand niet op motorisch vlak. Want stel je een gebruiker voor die heel veel moeite heeft om iets aan te raken op een scherm. Ja, dan moet je je afvragen of je wel met 50 of meer afbeeldingen op een pagina moet willen werken. Of bijvoorbeeld als iemand met oogbesturing werkt omdat andere lichaamsdelen zoals handen of andere hoofdbediening bijvoorbeeld niet mogelijk is. Als die niet functioneel inzetbaar zijn. Ja, ook dan moet je rekening houden met dat de vakken niet te klein worden. Zodat de oogbesturing nog voldoende blijft werken. En als we kijken naar visueel niveau. Stel dat iemand maar 9 of 12 of 16 vakken aan zou kunnen op een pagina. Ook dan wordt een kernvocabulaire bijvoorbeeld al heel erg lastig. Je zou kunnen kiezen voor een schaalbaar kernvocabulaire, waarbij je dus de vakken op het scherm kan aanpassen. Maar je moet ook weten dat de meeste kernvocabulaires niet gemaakt zijn om geschaald te worden, omdat het dan vaak cognitief veel meer van de gebruiker gaat vragen. Want normaal heb je veel meer plaatjes op één pagina staan, waardoor je heel snel in staat bent om zinnetjes te kunnen maken. Als je met veel minder vakken op één pagina gaat werken, zul je veel dieper in lagen gaan werken, waardoor het voor de gebruiker veel meer zoeken is in het vocabulaire om diezelfde zin te kunnen maken. Op het moment dat je merkt van als iemand maar zoveel vakken aan kan op een scherm, dan zou je kunnen overwegen om zelf een vocabulaire te bouwen, waarbij je dan dus rekening houdt met wat kan iemand visueel wel en niet aan. En dan pas je eigenlijk de inhoud aan op het visuele aspect.
En het kan zijn dat je daardoor concessies moet doen op de inhoud. Of dat je in iets diepere lagen gaat werken om uiteindelijk wel voldoende begrippen tot beschikking te krijgen. Een ander belangrijk aspect voor welk vocabulaire je kiest, dat kan zijn de eerder opgedane ervaringen. Als er bijvoorbeeld bij een specifieke gebruiker al meerdere kernvocabulaires geprobeerd zijn en men is tot de conclusie gekomen, hè, en alle voorwaarden zijn aanwezig geweest en het werkt niet, ja, dan zou je eigenlijk moeten overwegen om iets anders in te zetten. Of andersom. Iemand heeft een hele specifieke diagnose waarvan we weten dat als diegene de juiste ondersteuning heeft, dat iemand echt heel ver kan komen in zijn communicatie. Mogelijk kan toewerken naar geletterdheid. Dan wil je juist heel hoog inzetten om iemand de mogelijkheid te geven die ontwikkeling te gaan doormaken. En een ander belangrijk aspect heeft ook te maken met doelen en wat wil je bereiken met een ondersteunend communicatiehulpmiddel. Verlang je van de gebruiker dat iemand in staat is om in grammaticaal correcte zinnen te communiceren? Of is een meer pragmatische opzet ook voldoende, waarbij iemand in combinatie met snelle communicatie en het selecteren van eigen woorden ook communicatie tot stand kan brengen? En daarvoor moeten we eigenlijk eerst even terug naar het vocabulaire, zoals ik hem net ook al noemde. Ik noem hem even vocabulaire anno 1980, maar geef het beestje een naam in ieder geval zoals we het vroeger deden met de komst van de nieuwe vocabulaires. Misschien realiseren van, hé, maar dit is eigenlijk niet de manier waarop we de gebruikers voldoende mogelijkheden geven om te communiceren. Ja, dit is een willekeurig bottom-up vocabulaire uit het verleden. Dit is de hoofdpagina. Je ziet dat er op de hoofdpagina dus een aantal categorieën beschikbaar zijn. Zoals dieren, televisie kijken, spelen, eten. En wat er gebeurt als de eindgebruiker op een vak klikt, dan een categorie klikt, dan opent er een nieuwe pagina met woorden die horen bij die categorie. Ja, stel dat wij nu kiezen voor de categorie eten. Als ik daarop druk, dan komt de volgende pagina naar boven. En dan zie je dat ik een aantal woorden heb die passen binnen de categorie eten. Zoals een boterham, een koekje, een banaan. Stel nou dat ik iets wil zeggen over de banaan. Wat ik dan doe, is ik tik op het woordje, hè, dus hier op banaan. Op het moment dat ik dat doe, dan spreekt het apparaat uit banaan. Maar wat kunnen wij als communicatiepartner nou met deze informatie? Want wat wil hij of zij nou eigenlijk zeggen met die banaan? Gaan we even naar de volgende sheet waarin we gaan kijken wat je nou allemaal over die banaan kan zeggen. Hè? Want we weten dat OC-gebruikers veel meer willen en kunnen vertellen dan alleen het kunnen maken van een keuze. En dat is eigenlijk wat we in de vorige sheet deden met die banaan. Je maakt een keuze in wat jij wil eten. Nou, als we nou eens kijken wat je nog veel meer over die banaan kan zeggen. En dan gaan we even naar de volgende zinnen kijken. Bijvoorbeeld, ik wil een banaan. Dat kun je over die banaan zeggen. Ik vind een banaan vies. Dus je mening geven over die banaan. Nu wil ik geen banaan. Of mama eet een banaan. Ik ga bananen kopen. Banaan is geel. En je kan nog veel meer zinnen bedenken over die banaan. Nou, en laten we die zinnen dan eens naast de verschillende communicatieve functies leggen. Dan kijken we hier weer even naar die zinnen die ik net heb opgenoemd, die over die banaan gingen. Dan gaan we eens kijken, als we bijvoorbeeld zeggen, ik wil een banaan. Het doel daarvan is om iets te verkrijgen. Ik wil namelijk die banaan hebben. Dus als ik in mijn vocabulaire kan vragen om die banaan, kan ik binnen die communicatieve functie iets verkrijgen, communiceren. Als ik zeg dat ik een banaan vies vind, dan kan ik mijn mening geven over die banaan. Of als ik zeg, nu wil ik geen banaan, dan kan ik binnen de communicatieve functie iets afwijzen of weigeren, iets aangeven. Of mama eet een banaan, ik vertel aan de juf dat mama een banaan eet, dan geef ik informatie over die banaan of over de situatie. Ik ga bananen kopen. Ook daarmee geef ik informatie, maar dan gericht op de toekomst. En een banaan is geel. En daarmee kan ik iets labelen, kan ik iets benoemen.
En realiseer je dus dat een zelfstandig naamwoord in een bottom-up vocabulaire dus eigenlijk nog helemaal niets zegt, behalve het maken van keuzes. En communicatie en taal houden immers veel meer in dan het maken van een keuze. Je zag net al, er zijn talloze redenen om te communiceren. En eigenlijk is ook het idee om die OC-gebruikers voldoende woorden te geven om dus informatie te kunnen delen. Of om verhalen te kunnen vertellen. Of om commentaar te kunnen geven. Of je gedachten kunnen uiten. Want als die OC-gebruikers de mogelijkheid krijgen om die vaardigheden uit te bouwen, dan kunnen ze echt pas contact gaan maken met andere mensen. Die vaardigheden waar ik het over heb, noemen we communicatieve functies. Ik denk dat voor het grootste gedeelte van jullie communicatieve functies wel een bekende term is. Maar voor de mensen die nog niet bekend zijn met de term communicatieve functies, dat zijn eigenlijk niets meer en niets minder dan de redenen waarom wij als mensen communiceren. En denk bijvoorbeeld aan communiceren om iets te weigeren door nee te zeggen. Nee te schudden, iets weg te duwen. Dat kan in elk communicatieve niveau, kun jij iets weigeren. Maar we communiceren ook om iets voor elkaar te krijgen, door iets te vragen aan iemand. En ook het sociale aspect van communicatie is essentieel. Als je kijkt naar hoe ik communiceer, ik zeg de hele dag, zeg ik mensen gedag. Ik probeer een gesprek gaande te houden of ik rond het gesprek af. Maar we communiceren ook om informatie te geven of om informatie te krijgen. We vertellen bijvoorbeeld over onze weekendplannen. Nu misschien niet zo heel erg uitgebreid zijn, maar over het algemeen zijn dat wel dingen die je gebruikt om informatie te geven. Of we geven instructies aan collega's bijvoorbeeld. En al die communicatieve functies zetten we eigenlijk aan de kant als we een vocabulaire gebruiken waarbij iemand alleen maar in staat is om een keuze te maken. Zoals ik net al aangaf bij de banaan. Terwijl eigenlijk zoveel meer te vertellen is. En hoe gaan die bestaande vocabulaires daar eigenlijk mee om? Want kun je dan bijvoorbeeld met een kernvocabulaire wel binnen elke communicatieve functie communiceren? In tegenstelling tot de oude bottom-up vocabulaires. Nou, dan gaan we eens kijken naar een willekeurig kernvocabulaire. Dit is Aloha. En als ik bijvoorbeeld in Aloha kijk naar, ik zit hier in de categorie fruit. Daar ben ik dus al naar doorgebladerd. En in de categorie fruit kan ik ook hier kiezen voor het woordje banaan. Maar op diezelfde pagina ben ik in staat om ook te vertellen van, hey, ik wil je mijn banaan pellen bijvoorbeeld. Banaan pellen of banaan snijden of banaan willen. Hè? Dus eigenlijk kan ik op deze pagina al heel veel vertellen over die banaan in tegenstelling tot mijn oude bottom-up vocabulaire. En als ik dan vervolgens een pagina terug ga, en ik heb hier rechts onderin een knop met vorige bladzijden, dan kom ik eigenlijk op een wat algemenere bladzijde, waarin ik nog veel meer mogelijkheden heb om iets te vertellen over die banaan. Ik kan bijvoorbeeld vertellen dat de banaan lekker is, of dat ik meer banaan wil, of dat ik iets anders wil. Daarnaast heb ik, wat je hier onderin ziet is een iets vragenballon. Op het moment dat ik ergens in het vocabulaire zit, maakt niet uit waar, heb ik altijd de mogelijkheid om op iets vragen te klikken. En als ik dat doe, dan krijg ik een pop-up scherm met mogelijke vraagzinnen. Dus ook daarmee kan ik heel snel vragen aan iemand, wil jij bijvoorbeeld, mag ik een banaan of wil je mij helpen? En ik denk dat dat onderdelen zijn in een kernvocabulaire, dat hele belangrijke onderdelen zijn om mee te nemen als jij zelf een vocabulaire gaat bouwen, een bottom-up. Dat het dus niet alleen maar die keuze maken is, die zelfstandige naamwoorden, maar ook de mogelijkheid biedt tot snelle communicatie. Maar die afweging, hè, dus waar je mee gaat werken, of het nou een kernvocabulaire is, een kant-en-klaar vocabulaire of een bottom-up vocabulaire, moet je altijd, die afweging moet je altijd maken op basis van de wensen en mogelijkheden van de gebruiker. Want waar heeft de gebruiker behoefte aan? En welke persoonlijke factoren en omgevingsfactoren zijn hier dan van op invloed? In principe gaat een kernvocabulaire en in mindere mate ook een kant-en-klaar vocabulaire uit van presuming competence. En presuming competence is een term die je veel ziet in combinatie met een kernvocabulaire.
En dat houdt in dit geval in dat je bij het kiezen of het werken met een specifiek kernvocabulaire ervan uitgaat dat iemand met communicatieve uitdagingen zich altijd verder kan ontwikkelen. En dat iemand, ook als je niet verbaal bent, dat iedereen iets te vertellen heeft, want die innerlijke belevingswereld bestaat altijd, ongeacht het niveau van de gebruiker. En we gaan er ook van uit dat iedereen in staat is om te leren, mits je dus de juiste tools hebt. Vergelijk dat maar met schaatsen. Hè, om überhaupt te leren schaatsen, heb je schaatsen nodig en bij voorkeur een trainer. Want jouw trainer kan jou de techniek van het schaatsen leren, zodat je, ja, je kan voortbewegen op het ijs. En dat niet iedereen Nederlands kampioen schaatsen wordt, dat is logisch. En hoe ver je komt, dat hangt natuurlijk af van verschillende factoren. Maar die schaatsen, dus die tools, die heb jij sowieso nodig om de techniek van het schaatsen onder de knie te krijgen. En als je dat dus zou vertalen naar OC, dan zegt presuming competence eigenlijk dat je een geschikt hulpmiddel nodig hebt, een geschikt OC-hulpmiddel nodig hebt om de vaardigheden onder de knie te krijgen. He, dus een hulpmiddel met voldoende mogelijkheden om verder te kunnen en mogen groeien. En dat uitgangspunt, dat is dus essentieel om een kernvocabulaire onder de knie te krijgen. Maar, er zit altijd een maar aan. Be aggressive but realistic. En wat we daarmee eigenlijk bedoelen is, kijk, het is goed om hoog in te zetten, maar we moeten ook realistisch blijven. En dan met name, hè, blijf ook continu monitoren en blijf rekening houden met de mogelijkheden van de gebruiker, want dat is eigenlijk je uitgangspunt. Maar hou ook rekening met het plafond, het mogelijke plafond van de gebruiker. En de belangrijkste reden is om te voorkomen dat je het welbevinden uit het oog verliest, hè? Want wat doet het met iemand als je iemand structureel blijft overvragen? Dus het is belangrijk om vaardigheden te onderstellen, de Nederlandse vertaling van presuming competence, maar durf ook een stap terug te doen wanneer dit nodig blijkt. Want wat nou als iemand toch niet zo goed blijkt te kunnen zien? Of iemand blijkt heel snel overprikkeld te zijn? En wat nou als iemand heel veel motorische problemen ervaart en wij blijven maar pushen dat iemand wel die 100 afbeeldingen op een pagina zou moeten kunnen bedienen, terwijl de gebruiker al uitgeput is voordat hij of zij de juiste afbeelding heeft geselecteerd? En zoals ik net al zei, wat gebeurt er eigenlijk als je iemand structureel overvraagt? We leven in een maatschappij waar een burn-out volgens mij hard op weg is om volksziekte nummer 1 te worden. Goed om daar rekening mee te houden. En zo zijn er nog meer aspecten die meewegen in welke keuze je maakt. Maar de kern van de boodschap is dat we altijd het belang van de gebruiker in ons achterhoofd moeten houden. En dat we die stap ook echt terug moeten durven doen als we zien dat het niet lukt. En ook al bijt dat misschien met het presuming competence principe, het is altijd goed om het belang van de gebruiker in je achterhoofd te houden. Ja, en hoe doe je dat dan? Beter te kunnen duiden welk OC-niveau, welk OC-middel je gaat toepassen, is het altijd belangrijk om het doel voor ogen te houden. Want wat wil jij bereiken met je OC-hulpmiddel? Wil je dat iemand zich beter kan uiten? Of wil je dat iemand juist in staat is om grammaticaal correct te communiceren? Dat zijn allerlei afwegingen die je maakt, welke keuze je maakt in het vocabulaire of de manier waarop jij je OC gaat inzetten. Ja, uiteindelijk hangt natuurlijk een hele hoop ook af van persoonlijke factoren. Zoals ik noemde net al de ontwikkelingsleeftijd, kan je vergelijken met mijn eerdere uitleg over de cognitieve leeftijd. Ook bijvoorbeeld de motivatie. In hoeverre komt de behoefte om te communiceren vanuit de gebruiker zelf? In hoeverre is die intrinsieke motivatie om te communiceren aanwezig? En in hoeverre spelen motorische problemen een rol in die keuze? Want stel dat iemand aangewezen is op handbediening. En oogbesturing is geen optie. En het kost hem zoveel energie. En wat ik net ook al noemde. Ja, moet je dan niet gaan voor het less effort, better result principe? Door juist te kiezen voor een minder uitgebreid vocabulaire, maar wel effectiever inzetbaar voor deze gebruiker. Ja, wat doe je dan bij visuele problemen? Kernvocabulaires, wat ik net al zei, die bestaan echt soms wel uit 5000 woorden die al voorgeprogrammeerd zijn, die vaak gekozen zijn uit een specifieke symbolenbibliotheek. Stel dat qua visuele mogelijkheden het nodig zou zijn om met hoge contrastafbeeldingen te gaan werken, dan zou dat betekenen in de praktijk dat jij 5000 afbeeldingen om moet gaan bouwen van
PCS of Simple Sticks naar bijvoorbeeld hoog contrast. Dat is eigenlijk geen doen. Of het werken met andere kleuren. Dat gaat dan vaak ook niet. Dus dat je gaat werken met achtergrondkleuren, omdat dat weer bijt met de kleurcodering waar veel kernvocabulaires uit opgebouwd zijn. Maar ook welke ontwikkelingsmogelijkheden heeft iemand? Iemand die bijvoorbeeld een ernstige zwakke gezondheid heeft of heel veel lichamelijke problemen ervaart en zich hierdoor niet goed kan ontwikkelen of daarmee ernstige prikkelverwerkingsproblemen ervaart, waardoor je letterlijk jezelf in de weg zit, moet je dan niet lager instappen en meegroeien waar mogelijk? Zonder dat je iemand dus tekort doet door alleen maar zelfstandige naamwoorden in de vocabulaire te zetten. Maar ook omgevingsfactoren zijn van belang op de invloed van de keuze. He, om echt een vocabulaire goed, en heb ik het over met name een kernvocabulaire, maar ook de kant-en-klaar vocabulaires uit het wat hogere segment. Jij als omgeving, en dat betekent dus ouders, therapeuten, andere betrokkenen bij de gebruiker, zullen zich moeten verdiepen in het vocabulaire om de gebruiker dat vocabulaire te gaan aanleren. En dat kan best zijn dat iemand in een thuissituatie waarbij ouders 1 of 2 kinderen hebben, dat dat veel makkelijker gaat dan een instelling waar nog 12 andere gebruikers of cliënten wonen, die ook allemaal hun eigen behoefte hebben aan aandacht en begeleiding. Maar ook de betrokkenheid, hè, van die therapeut en begeleiding. Het helpt op het moment dat er kennis is van het vocabulaire, dan merk je dat het makkelijker ingezet kan worden. Of is er überhaupt een therapeut die dit traject kan begeleiden? Dat zijn allerlei dingen die je moet meewegen of het inzetten van een kernvocabulaire of een uitgebreid vocabulaire, ja, wel lukt of wel kan. En als we dan kijken van wat kunnen we dan met al die informatie in de nieuwe visie van bottom-up vocabulaires? Dus op het moment dat er situaties zijn waarin je zegt van nou, dat kernvocabulaire of dat uitgebreide vocabulaire, dat is voor mijn gebruiker geen optie. Wij kiezen voor het zelf bouwen van een vocabulaire. Dan heb je eigenlijk 2 opties. Je hebt daarbij bijvoorbeeld de keuze uit de afgeslankte versie van kernvocabulaires of kant-en-klaar vocabulaires. Of je gaat zelf bouwen middels het bottom-up principe, waarbij je natuurlijk altijd het communicatiedoel in het achterhoofd houdt. We zullen zo eerst naar verschillende mogelijkheden gaan kijken van verschillende afgeslankte versies van kernvocabulaires en enkele kant-en-klaar vocabulaires. En daarna wil ik samen met jullie een aantal strategieën laten zien van hoe je dus een bottom-up vocabulaire anno 2021 kan bouwen. Dit is een voorbeeld van het vereenvoudigde communicatieniveau binnen Crescendo. Crescendo is het kernvocabulaire binnen Proloquo to Go. Daarin heb je verschillende communicatieniveaus. En als het standaard kernvocabulaire te lastig blijkt te zijn, dan kun je altijd een stap terugmaken. Hè, afhankelijk van de gebruiker, naar bijvoorbeeld in dit geval de 5x5 roostermaat. Dus je ziet hier 5 kolommen en 5 rijen. Hier. En wat je ziet is dat je eigenlijk op deze pagina al gebruik kan maken van 4 verschillende communicatieve functies. Zoals ik wil. Dan hebben we het over de communicatieve functie verkrijgen. Ik wil niet. Communicatieve functie weigeren. Ik hou van. Dus je mening geven. En bijvoorbeeld ik zie. Dus informatie geven. Dus op het moment dat we kijken naar deze startpagina en we zeggen van nou, ik wil bijvoorbeeld iets, we blijven eventjes in de categorie eten hoor. We gaan naar eten. Hè, dus als ik eventjes, hier zie je dus die zin, eigenlijk die zinstarters en hier heb ik de categorie eten. Als ik daarop klik, dan verschijnt er een nieuwe pagina, maar je ziet wel dat die zinstarters als ik wil niet, ik hou van, ik zie, dat die blijven staan. Dus ik kan eigenlijk over de chips bijvoorbeeld, kan ik al heel veel vertellen zonder dat ik verder in het vocabulaire andere woorden moet zoeken. Ik kan heel snel zeggen ik wil chips of ik hou van chips. Dit is een voorbeeld van Touch to Tell. Dit is Touch to Tell niveau 2. Waarbij je bijvoorbeeld start hier in de categorie eten en drinken. Die categorieën zie je hier bovenin staan.
En stel, ik wil iets zeggen over de thee. Dan kan ik eerst het woordje thee aantikken. En dan vervolgens kan ik hierbovenin naar de categorie gevoel gaan. En dan ben ik in staat om iets te zeggen over dat kopje thee. Bijvoorbeeld, ik vind het vies. Dus dat is een optie als je met touch-to-tell werkt. Dat je eigenlijk een wat lager niveau inzet in plaats van bijvoorbeeld niveau 4 of niveau 5. En een ander voorbeeld van een afgeslankte versie van een kernvocabulaire, dat is de ondersteunde navigatie van Core First. Core First is een kernvocabulaire dat binnen Snap draait. En wat je ziet is dat bij die ondersteunde navigatie, dat de communicatiepartner eigenlijk heel eenvoudig in staat is om een aantal onderwerpen toe te voegen. En dat is handig om uit te gaan van de interesses van de gebruiker. Op het moment dat jij natuurlijk iets erin zet wat voor een eindgebruiker heel interessant is, of dat hij het heel leuk vindt om te bellen blazen, dan kun je er eigenlijk een aparte categorie voor maken. Op het moment dat ik dan, nou in dit geval bellen blazen, als ik daarvoor kies, opent er wederom een nieuwe pagina met woorden die te maken hebben met bellen blazen. Waarmee ik ook weer binnen die verschillende communicatieve functies iets kan zeggen. Dus ik kan zeggen dat ik ga bellen blazen. Ik kan zeggen dat ik meer bellen wil. Dus ik wil iets verkrijgen. Ik wil meer bellen. Ik wil een grote bel. Of ik zie dat er een grote bel is. Daarmee geef ik informatie. Of ik wil stoppen. Iets weigeren. Ik wil niet meer. Ik ben klaar. Binnen Toby Communicator is het vocabulaire Sono Primo gratis beschikbaar. En het vocabulaire is eigenlijk bedoeld om te starten met OC en is situationeel van opzet. Dus wat je bij Sono Primo kan doen, zie je dus dat er bestaande categorieën zijn waarbij zowel kernwoorden, dat zijn de rode of de gele vakken, als randwoorden, dus eigenlijk meer zelfstandige naamwoorden in de witte vakken beschikbaar zijn. En die kun je ook weer binnen die verschillende communicatieve functies gebruiken. Ik wil bijvoorbeeld snijden, dat wil ik doen. Of ik wil mijn hamburger snijden. Of ik wil, ik ben klaar. Of ik wil stoppen. Dat zijn allemaal communicatieve functies die je vanuit deze situatie kan toepassen. Dit is een ander voorbeeld wat ook binnen Sono Primo is. Je hebt allerlei verschillende opties die je zelf, er zijn allemaal voorgeprogrammeerd, die je zelf kan toevoegen. Dat is bijvoorbeeld zo'n contextgerelateerde situatie die je hier ziet. Je ziet eigenlijk een praatplaat, dus dat is dit gedeelte, gecombineerd met losse woorden hier aan de randen van het vocabulaire. Je kan overigens ook een eigen foto bijvoorbeeld toevoegen of Snapscene daarvoor gebruiken. Maar in principe zijn dit standaard scènes die beschikbaar zijn binnen Sono Primo, waarmee je eigenlijk op een hele laagdrempelige manier communicatie kan stimuleren. Sono Flex is denk ik voor een aantal mensen die hier aanwezig zijn, wel gaat er een lichtje branden. Sono Flex is eigenlijk het grote broertje van Sono Primo. En het is een van de eerste uitgebreide Nederlandse, nou ja, kant-en-klaar vocabulaires. Een jaar of 5, 6 geleden was dit iets wat nog wel in de praktijk veel gebruikt wordt. Maar je ziet het steeds meer vervangen worden door andere vocabulaires. Maar eigenlijk is dit, als je kijkt heel erg sec naar hoe dit vocabulaire in elkaar zit, zie je dat het eigenlijk al behoorlijk goed in elkaar zit. Met hier woorden, persoonlijk voornaamwoorden, werkwoorden waar je iets mee kan zeggen. Maar ook snelle woorden als het gaat goed met mij of het gaat slecht met mij, ik heb honger. Dus je kan ook in dit kant-en-klaar vocabulaire best wel veel dingen aangeven. Nou, een ander mooi voorbeeld vind ik zelf van een compleet en toegankelijk kant-en-klaar vocabulaire is Juno. Dat zie je hier. En Juno is gemaakt door logopediste Sandra Koster. En gratis te verkrijgen op de website van MindExpress. En ook hier zie je eigenlijk weer dat die verschillende functies terugkomen in het vocabulaire. Dus je ziet hier rechts zie je opties voor snelle communicatie. Dus je hebt hier een categorie voor kletspraat. Je hebt ook de mogelijkheid om je mening te geven of om een vraag te stellen. Je kan wat kernwoorden gebruiken. En wat ik een heel sterk punt aan dit vocabulaire vind, is dat je eigenlijk de combinatie van de snelle zinnen met
Bijvoorbeeld een mening geven, maar ook zelf een zinnetje kunnen bouwen. Dat tot de mogelijkheden behoort, dat vind ik vrij sterk aan dit vocabulaire. En denk ik goed inzetbaar voor mensen waarbij je twijfelt of een kernvocabulaire al zinnig is, maar je ook ja, dat zelf bouwen misschien ook niet van toepassing is. Dus deze valt daar altijd wel mooi, mooi tussenin. Miniscore, dat is eigenlijk een afgeslankte versie van het grote kernvocabulaire score. De oorspronkelijke versie, die heeft dus uit mijn hoofd bijna 150 afbeeldingen op één pagina. Dat zijn er behoorlijk wat. Dat zorgt er ook voor dat iemand vaak een vocabulaire heel snel onder de knie krijgt. Maar goed, op het moment dat jouw gebruiker dat niet aan kan vanwege visuele problemen of vanwege motorische problemen, dan zou je ook kunnen kiezen om gebruik te maken van Miniscore. Wat je hier ziet is dat de opzet hetzelfde is. Alleen je hebt minder woorden tot je beschikking en minder woorden in het vocabulaire tot je beschikking. Het zijn er geloof ik 500. En je hebt hier bijvoorbeeld binnen de categorie kletsen hier linksbovenin. Dan krijg je hier in het midden opties om nou ja, gedachten zeggen. Aan te geven dat je iets anders wil. Vragen hoe het met iemand gaat. Ja, en als we nou al die vocabulaires die we net bekeken hebben en de grote kernvocabulaires naast elkaar leggen, wat zijn dan eigenlijk die overeenkomsten hè, tussen de verschillende bestaande vocabulaires? De belangrijkste overeenkomst die we overal terugzien is er staat meer in dan alleen maar zelfstandige naamwoorden. Er staat meer in dan alleen maar die banaan. En door combinaties te maken met andere woordsoorten zoals werkwoorden en bijwoorden kun je binnen veel meer verschillende communicatieve functies communiceren. En zo kun je aangeven met ik en geen dat je geen banaan wil. In plaats van dat er bij het aanraken van banaan ervan uitgegaan wordt dat jij wel die banaan wil. Want je kan er niks anders over zeggen. En je ziet in heel veel vocabulaires dat er gebruik wordt gemaakt van kleurcodering. En die kleurcodering geven een visuele ondersteuning van woordsoorten om makkelijker een zin te kunnen maken. Dus persoonlijk voornaamwoorden hebben een kleur, werkwoorden hebben een kleur, zelfstandige naamwoorden hebben een kleur. En je ziet in heel veel vocabulaires een linguistische opbouw waarbij de woordsoorten zo geprogrammeerd zijn dat ze eigenlijk bij een selectie van links naar rechts een zin vormen. Dus ook hoe wij leren lezen en schrijven, hoe wij ook een zin opbouwen of een woord. En we zien dat er in ieder vocabulaire de mogelijkheid is om te communiceren binnen verschillende communicatieve functies, waardoor de gebruiker in staat is om veel meer te kunnen vertellen. Ook zien we categorieën die speciaal bedoeld zijn voor die snelle communicatie, zodat iemand snel in staat is om commentaar te geven of om iemand gedachten te zeggen of iets vragen. En hoe kunnen we al die aspecten uit de al bestaande vocabulaires vertalen naar het zelf bouwen van een adequaat vocabulaire? Gebruik verschillende woordsoorten, zodat iemand dus meer kan vertellen over dat onderwerp. Zet veel gebruikte abstracte woorden, dus dat zijn dus meestal die kernwoorden als geen stoppen klaar, op een vaste plek, zodat de gebruiker die snel kan vinden waar die ook zit op de pagina. Ga uit van de motivatie van de gebruiker. Start dus met dingen die een gebruiker leuk vindt om te doen, om dus dat doelgericht communiceren te belonen. Iemand die het fantastisch vindt om met een bepaalde bal te spelen, zorgt dan ook dat diegene in dat vocabulaire kan vragen om die bal, want de beloning om dan ook daadwerkelijk die bal te krijgen is veel groter dan een willekeurige bal die je misschien helemaal niet zo leuk vindt. En wees je bewust van de kracht van woorden als geen of niet of iets anders. Hè? Want die woorden die geven namelijk een hele grote regie aan de gebruiker. Nou, we laten je hierbij een voorbeeld zien van een bottom-up vocabulaire dat door onszelf is gemaakt. En puur ter illustratie van hoe je een adequaat bottom-up vocabulaire zou kunnen bouwen. Je ziet hier dus een startpagina met verschillende categorieën, zoals eten en drinken, maar ook informatie over mijzelf of de mogelijkheid om vragen te stellen. En hier een vak met kernwoorden. Ja, en als we dan naar de inhoud van de kernwoorden gaan kijken, we drukken daarop, dan zien we eigenlijk een nieuwe pagina verschijnen met verschillende opties
om dus ook binnen die verschillende communicatieve functies te communiceren om iets aan te geven. Dus zo kun je in deze categorie aangeven dat je iets anders wilt doen of dat je klaar bent of dat je iemand gedag wil zeggen, hallo wil zeggen of doei wil zeggen. En als we dan weer teruggaan naar de hoofdpagina, we kiezen hier bijvoorbeeld voor de categorie spelen. En dan krijgen we de volgende pagina te zien. En dan binnen die categorie spelen zie je eigenlijk weer verschillende subcategorieën die te maken hebben met spelen. En stel, we kiezen hier bijvoorbeeld voor boek. Opent de categorie boek en wat je eigenlijk... Wat we hier hebben geprobeerd te creëren is een situationele opzet. En die situationele opzet houdt eigenlijk in dat als je daarin zit, dat je al heel veel kan vertellen over dat boek, zonder dat je steeds weer in het vocabulaire naar andere vakken of naar andere categorieën moet gaan om die andere juiste woorden te vinden. Hè, dus zo kun je iets vertellen over, kijk, ik zie daar een aap. Zie jij dat ook? Of je wil vertellen dat je het boek heel leuk vindt. Of dat je juist niet wil lezen en dat je wil stoppen met lezen. En dat kun je dus allemaal doen op dezelfde pagina zonder steeds te hoeven wisselen tussen die verschillende categorieën. Dat zou bijvoorbeeld een strategie kunnen zijn die je kan inzetten bij het zelf bouwen van een vocabulaire. Een andere strategie die je zou kunnen toepassen, dat is een strategie met zinstarters. Dus je ziet hier aan de linkerkant in de balk zie je een aantal zinstarters die altijd op die plek blijven staan. Dus waar ik ook zit in het vocabulaire, ik kan hier altijd kiezen voor ik wil of mag ik. En als ik op zo'n zinstarter druk, dan wordt die hier naar de zinsbalk geschreven. En vervolgens kies ik wat ik erachter wil zetten. Door een selectie te maken binnen een categorie. Bijvoorbeeld, mag ik, dan ga ik naar doen. En dan vraag ik of ik mag spelen. Nou, die strategie kan bijvoorbeeld heel zinvol zijn als je een gebruiker wil leren communiceren in korte zinnen. Ja, in de praktijk komt het dus regelmatig voor dat we te maken hebben met gebruikers met ernstige motorische of visuele beperkingen. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Nou, je zou dat eigenlijk op twee manieren kunnen doen. Vanuit een groeiend raster of vanuit een vast raster. Nou, en een groeiend raster gebruik je als nog niet helemaal duidelijk is ja, wat een gebruiker op motorisch of visueel vlak aan kan. Dus je ziet dat de hoeveelheid vakken steeds een beetje toeneemt, totdat je hebt uitgevonden wat voor deze gebruiker het beste past. En die roostermaat wordt dan uiteindelijk je uitgangspunt. En ik zal jullie straks ook stapgewijs laten zien hoe dat er dan uitziet als je dat op gaat bouwen en waar je rekening mee moet houden. We kijken eerst naar de andere opties. We hebben starten vanuit een groeiend raster of starten vanuit een vast raster. En het starten vanuit een vast raster, dat eigenlijk op die manier is bijvoorbeeld heel goed in te zetten voor gebruikers met een afwijkende visuele prikkelverwerking of bijvoorbeeld een gebruiker die een fysiek raster gebruikt op zijn hulpmiddel, waarbij je niet te veel afbeeldingen in één keer wil aanbieden. En ook bij deze methode zal ik laten zien hoe je dat stapsgewijs kan opbouwen. Dan gaan we terug naar het uitbouwen van het vocabulaire gezien vanuit een groeiend raster. Nou, wat je bijvoorbeeld kan doen, is, hè, ik heb hier gewoon een aantal voorbeelden genomen van woorden waarvan ik denk dat ze goed zijn om mee te starten. Maar als jij vindt dat je voor jouw gebruiker andere woorden hier neer moet zetten, omdat dat veel passender is, dan mag je dat gewoon vertalen naar jouw eigen situatie. Ik ben hier bijvoorbeeld gestart met 4 kernwoorden. In dit geval ik, leuk, stoppen en iets anders. Daarmee ga ik aan de slag met mijn gebruiker. En ik merk van, maar eigenlijk kan die dit zowel visueel als motorisch best goed aan. Ik ga woorden toevoegen. Nou, wat ik dan doe, is aan de rechterkant heb ik een extra kolom toegevoegd met in dit geval 2 woorden als helpen en willen. Wat het allerbelangrijkste is als je deze methode gaat gebruiken, zorg dan dat die woorden die je hier in de rode rand ziet staan, dat die altijd bij elkaar blijven. Wat je daarmee namelijk doet, is het motorische plan wat je eigenlijk voor deze cliënt wil gaan creëren, is in stand houden. En daarmee wordt bedoeld dat je bepaalde combinaties die je bij elkaar hebt gezet, ook bij elkaar houdt. Zodat een gebruiker dat dus vanuit zijn motorisch geheugen kan selecteren. En
Je kan dat het beste vergelijken met je eigen pincode. Op het moment dat jij gaat pinnen, dan kun je eigenlijk blind je pincode invoeren, omdat je weet dat het numpad er altijd zo uitziet. Op het moment dat men besluit om dat in één keer door elkaar te husselen, dan moet jij ook weer heel bewust gaan kijken waar de cijfers staan om de juiste pincode in te voeren. Hier zie je, ik heb hier een extra rij toegevoegd. Blij, meer en die. Maar ik zorg er wel voor dat deze vier waar ik mee begonnen was, de kolom daarnaast, dat die weer op dezelfde manier bij elkaar blijven staan. Zodat je de al geprogrammeerde woorden dus op één plek houdt in de volgorde en het systeem wat je de gebruiker in eerste instantie hebt aangeleerd. En als je dat nog verder gaat uitbouwen. Dan zie je, ik heb hier een extra kolom, een extra rij. En hoe je die snelheid doet, dat is denk ik afhankelijk van hoe snel jouw gebruiker dit over gaat nemen. En hoe ver je gaat komen, dat is iets wat je niet van tevoren kan bepalen. Maar door dat eigenlijk heel stapsgewijs aan te bieden, zorg je er wel voor dat je, zeker als iemand, als er heel veel twijfels over de visuele aspecten of over de motorische aspecten, kun je dat wel heel druppelsgewijs eigenlijk aan gaan bieden. Als je dus maar zorgt dat die al geprogrammeerde woorden bij elkaar blijven staan. Nou, we hebben het net natuurlijk gehad over het groeiende rasser. Dit is eigenlijk een andere methode waarop je wel heel rustig een vocabulaire gaat aanbieden. Maar dan vanuit een vast raster. En dit is bijvoorbeeld heel handig als iemand een fysiek raster, dus letterlijk een raster op zijn communicatiehulpmiddel gemonteerd heeft. Dan ben je gebonden aan dat raster, want anders komt dat niet meer overeen met het aantal vakjes in jouw fysieke raster. En dit zou je bijvoorbeeld kunnen inzetten als een gebruiker visueel heel snel overprikkeld is. Dat je wel weet van, hé, maar eigenlijk zou die dit wel aankunnen. Deze raster, dus dit is 4x4, 16 vakken. Dat zou die prima aan moeten kunnen. Of 20 of 30, hè. Je kan dat natuurlijk invullen naar wat voor jouw gebruiker van belang is. Maar dat het visueel nog wel nodig is om dat heel langzaam te gaan opbouwen. En wat je dan dus doet, is eigenlijk de keuze maken om maar een aantal vakken te vullen. Welke vakken je vult, ook dat is weer afhankelijk van de gebruiker. En wat je hierin zet, ook dat is weer afhankelijk van die gebruiker. Maar hou er rekening mee dat je daar dingen in wil zetten waarmee de cliënt binnen verschillende communicatieve functies kan communiceren. Want je kan bij visuele beperkingen bijvoorbeeld juist voor kiezen om meer vakken leeg te laten. Of dat je eigenlijk tussen elke. Of langs elke symbool een aantal rijen of vakken leeghoudt. Terwijl bij CVI, ik noem maar wat, bij CVI er juist misschien wel voor kiest om juist eerst alleen maar de eerste vier vakken te vullen en dan langzaam dat bij te gaan werken. Dat blijft zo afhankelijk van wat jouw gebruiker wel of niet aan kan. Als je dat dan gaat vullen, dus je gaat eigenlijk je vocabulaire langzaam uitbouwen. Ja, dan zou je dat op die manier kunnen doen. Dus bij het toevoegen van nieuwe woorden hou je ook hier weer die woorden op dezelfde plek, ook weer vanwege dat motorisch geheugen. Nou, je ziet bijvoorbeeld hier dat de woorden blij, alsjeblieft en helpen zijn toegevoegd, terwijl de woorden als ik en iets anders die klaar en doen nog steeds op dezelfde plek staan. Nou, zo kun je dat dus langzaam gaan uitbouwen naar een volledig gevulde pagina. En de laatste strategie die ik met jullie wil laten weten, dat is eigenlijk een strategie die zich dus heel uitstekend leent binnen de software Touch to Tell, waar jullie eerder ook al een beeld van hebben gezien. Je kan binnen Touch to Tell gebruik maken van woordwebs. En die woordwebs zijn bijvoorbeeld bedoeld om een abstract begrip als blij, hè, dus gevoelens, is vaak heel lastig om dat aan te leren. Dat je onder hier het woordje blij een pop-up scherm toevoegt. Dat ziet er dan zo uit. Als ik daarop klik, dan krijg ik woorden die te maken hebben met blij zijn. Dus in dit geval zijn dat dingen als gamen of tv kijken of in bad gaan. En door het begrip blij te koppelen aan situaties waar de gebruiker ook echt dat blij gevoel ervaart, leer je hem of haar dus de betekenis van het woord blij aan, omdat je direct een associatie kan leggen.
Dus hè, stel dat die gebruiker weet dat hij in bad gaat, dan kun je samen met de gebruiker naar blij gaan, dan bad aantikken. En daarmee kun je dus direct dat verband leggen tussen het gevoel blij en de activiteit die uitgevoerd gaat worden. Daarmee zijn we dus alweer bijna aan het einde gekomen van de webinar. En hopelijk hebben jullie hiermee ook wat voldoende handvatten gekregen om ook de opties naast elkaar te kunnen leggen. Te bepalen wat voor jouw gebruiker het best passend is. Maar ik zal met jullie nog heel even kort alle belangrijke uitgangspunten langs willen lopen bij nou ja, de keuze van een vocabulaire. Of je hem nou wel of niet zelf gaat bouwen, of dat je gebruik gaat maken van al bestaande, mogelijk de afgeslankte vocabulaires. Ik denk dat de belangrijkste boodschap is dat je altijd moet blijven kijken naar de gebruiker zelf en het doel voor ogen houden waarmee je het vocabulaire gaat inzetten. Ga uit van communicatie binnen de verschillende communicatieve functies. Hè, want iemand heeft immers veel meer te vertellen dan alleen het maken van die keuzes. En zorg dus dat je ook enkele kernwoorden in je vocabulaire hebt op het moment dat je zelf gaat bouwen. Daarnaast wil je dat iemand toegang heeft tot snelle boodschappen, waarmee iemand snel iets kan zeggen of kan vragen. Dus zorg ook dat je vaste uitingen hebt in het vocabulaire op een plek die dus voor de gebruiker gemakkelijk te vinden is. Zoals je net bij Aloha ook zag met die snelle boodschappen of vragen. Nou, ga uit van presuming competence, maar verlies daarbij niet het welzijn uit het oog en durf ook echt die stap terug te doen als dat nodig blijkt. En last but not least, indien je zelf een vocabulaire gaat bouwen, zorg dus dat je een solide basis hebt. En ga dan stapje voor stapje opbouwen. En kijk hoe ver je komt. Realiseer je dat een OC-gebruiker volledig afhankelijk is van jouw input. En dat jouw gebruiker alleen kan vertellen wat jij in het apparaat zet. En hou daarbij ook voor ogen dat een OC-gebruiker dus meer te vertellen heeft dan alleen maar het kiezen van broodbeleg. En geef de OC-gebruiker dus de kans om zich te ontwikkelen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van in ieder geval de inhoudelijke kant van de webinar. En nou, we zouden jullie graag de gelegenheid willen geven om wat vragen te stellen via de chat. Mocht het zo zijn dat we niet aan alle vragen toekomen, dan mag je ons altijd even mailen. Dus ik ga even het woord aan Inge geven om te vragen of er al vragen zijn die beantwoord kunnen worden. En als jullie zelf vragen hebben, stuur ze in. Er zijn inderdaad al een aantal vragen. En de eerste vraag is, wat is Crescendo? Is dat een OC-hulpmiddel? Crescendo is het vocabulaire dat binnen Proloquo2Go draait. Dus Proloquo2Go is software wat op een iPad geïnstalleerd wordt. En het vocabulaire dat je daar in kan gebruiken, dat heet Crescendo. Maar in de volksmond wordt Crescendo ook wel Proloquo2Go genoemd. Dat kan het verwarrende zijn in deze. Oké, en dan is er nog een vraag. Hoe pak je het aan als een gebruiker moeite heeft met categoriseren? Wat je eigenlijk gaat doen is, als een gebruiker moeite heeft met categoriseren, dan kan ik me voorstellen dat het heel lastig is om, stel dat je met een kernvocabulaire zou willen gaan werken, dan ga je eigenlijk door het voor te doen, ga je een gebruiker leren waar iets staat in het vocabulaire. En daarmee hoop je dat de cliënt op motorisch gebied, dus op motorisch geheugen, zelf de weg leert vinden in het systeem. En daarmee ga je dat categoriseren aanleren. Als jij zelf een vocabulaire gaat bouwen, bottom-up, dan zou je dat eigenlijk heel rustig kunnen gaan opbouwen. Dat je eerst start met één categorie waar de cliënt iets kan vinden wat hij heel erg leuk vindt. En op het moment dat je merkt van, hé, hij heeft door hoe hij daar moet komen en hij kan ook weer terug. En dat zou je voor moeten doen, want dat is iets wat niet vanzelfsprekend is. Je zou hem echt moeten leren waar iets staat. Dan kun je op die manier dat categoriseren gaan aanleren of uitbouwen. Ja. Oké. Dan is er nog een vraag of alles met oogbesturing gebruikt kan worden. Nee, niet alles. In principe kun je alles wat draait op iOS, dus op iPad of op iMac, dat werkt nog niet met oogbesturing. We hebben geen idee hoe die ontwikkelingen gaan, maar op dit moment kan Proloquo2Go en Touch2Tel niet met oogbesturing. Maar dingen als alles wat draait binnen MindExpress, binnen Snap en Communicator, kan wel met oogbesturing. Ja. Oké, en dan meteen daarop aanhakend denk ik, aan wat voor apparaat met oogbediening moet ik denken als een kernvocabulaire niet een optie is?
In principe zou je dan eigenlijk met elk oogbezoedingsapparaat kunnen werken, omdat je in elk apparaat zelf je vocabulaire kan bouwen. Dus als jij echt zelf een bottom-up vocabulaire gaat bouwen, maakt het eigenlijk niet uit welke oogbesturing je gaat gebruiken. Op het moment dat je ervoor kiest om een afgeslankte versie te gaan gebruiken, dan is het afhankelijk van, stel dat je de ondersteunde navigatie wil gebruiken van Core First, hè, wat met die bellenblazen wat ik liet zien, dan ben je wel gebonden aan de software Snap en dus de Tobii-apparaten. Maar als jij zelf gaat bouwen, dan kun je in principe met elke willekeurige oogbesturing dat doen, als dat werkt voor de cliënt. Oké. En dan is er nog een vraag of dat ze ook zelf automatisch vervoegen kunnen inbouwen in een bottom-up vocabulaire. Technisch kan dat in MindExpress. Maar daarbij moet ik er wel zeggen, dat kost veel tijd. Als je weet hoe het moet, dan is MindExpress daar wel de meest geschikte software voor, maar dan moet je net afvragen, ja, kun je dan niet beter naar een afgeslankte versie, hè? Wat ik net liet zien met Juno bijvoorbeeld, die heeft ook automatische vervoeging er al in zitten. Die zou dat ook als basis kunnen gebruiken en dan bijvoorbeeld een aantal vakken weghalen, in plaats van dat je het allemaal zelf vanaf de bodem gaat doen, want het kost heel veel tijd. Ja. Ja. En ik denk dat ook in TouchHotel dat ook mogelijk is, maar ja. Dan was er nog een vraag. Hebben jullie nog tips waar ik naast kant-en-klaar vocabulaire nog inspiratie kan vinden, waar ik aan vocabulaire in een bottom-up zou kunnen zetten? Wat ik zelf altijd wel heel leuk vind, is zowel voor MindExpress als voor Tobii Communicator, en voor Snap is dat trouwens tegenwoordig ook zo, heb je een aantal websites waar je eigenlijk voorbeelden van paginasets kan downloaden die door andere mensen gemaakt zijn. En dat is sowieso wel eens heel interessant om daar te kijken. En dat is bij MindExpress is dat www.mindexpress.be. En voor Tobii Communicator is dat, dat weet ik uit mijn hoofd niet, maar het is Page Set Central van Tobii Dynavox. En op het moment dat je daarvoor googelt, dan kom je er wel. Want Communicator is in een evaluatiemodus te downloaden. Dus je kan het 30 dagen gratis gebruiken. En dan vervolgens gaat hij in evaluatiemodus, waarmee je dus wel alle functionaliteit blijft houden. Alleen af en toe moet je een toetscombinatie maken. Daarmee kun je eigenlijk al heel veel vocabulaires die beschikbaar zijn, kun je van de website halen. Ja. En dan is er nog een vraag waar ze kernwoorden kunnen vinden. Sorry, nog één keer, Inge? Waar ze kernwoorden kunnen vinden. Een algemeen overzicht bedoel je? Ik denk dat de makkelijkste manier is om op de site van Assistiver te kijken. Zij hebben een heel overzicht over OC leren. En ze hebben inderdaad ook een artikel wat bijvoorbeeld gaat over welke kernwoorden zou je mee moeten starten. Als je echt wil weten welke kernwoorden je moet gebruiken, dan zou je op zoek moeten gaan naar het kernwoordenonderzoek van Stijn Dekkers. Die heeft een onderzoek gedaan naar de meest voorkomende kernwoorden in het Nederlands. Maar het is een wetenschappelijk onderzoek, dus daar moet je even doorheen spitten. Wat je ook kan doen, is verschillende kernvocabulaires naast elkaar leggen en zien welke woorden het meest overeenkomen. Dat zou een meer praktijkonderzoek zijn. Ja. Oké. En dan heb ik nog een vraag. Ik vraag me steeds af waarom er zoveel verschillende OC-hulpmiddelen zijn. Wij kiezen toch ook geen taal als we geboren worden? Nee, je moet eigenlijk moet je dat als een soort paraplu zien. Wij kiezen inderdaad geen taal als we geboren worden. Dat is natuurlijk afhankelijk van waar je wieg staat, letterlijk, welke taal je leert. Ik denk dat je het eigenlijk moet zien als een kind die niet spreekt. Leert een symbolentaal. Of dat nou PCS is, of dat nu symbol sticks is, of dat nu vijfhoek is. Dat zou niet uit moeten maken. Want iemand leert door middel van symbolen
communiceren met zijn omgeving. Waarom er zoveel verschillende hulpmiddelen zijn? Omdat er verschillende visies zijn. Dus je hebt enerzijds heb je de symbolen die je aanleert waarmee je leert communiceren. En anderzijds heb je ook nog eens de opbouw van het vocabulaire waar je mee te maken heeft. En als je kijkt naar score, is bijvoorbeeld heel erg sterk op motorisch geheugen. Dus als je iemand hebt die heel erg gebaat is bij dingen op een vaste plek hebben staan, omdat die daarmee heel snel de weg, het motorisch pad leert, wil je dat liever inzetten. Terwijl iemand die heel erg gebaat is bij een situationele opzet, zoals bij Aloha, dat als ik eenmaal in een categorie zit, dat ik daar alles over kan zeggen, dan wil je dat inzetten. Dus uiteindelijk is zelfs de beschikbaarheid van de verschillende OC-hulpmiddelen, komt voort vanuit een verschil in visie en de ene cliënt of gebruiker zal daar meer baat bij hebben dan de ander. Dus, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de verschillende producenten die hun eigen hulpmiddelen ontwikkelen. Dus daarin is een heel breed spectrum beschikbaar. En dat kan me voorstellen dat het soms lastig is. Ja, duidelijk, geeft ze nog aan. Ja, dat waren de vragen. Oké. Nou, ik vind het super fijn dat jullie zo enthousiast hebben deelgenomen aan deze webinar. Goede vragen hebben gesteld. Mocht er nog iets zijn of mocht je vragen hebben, dan kun je mij of Inge een mailtje sturen. En dan zijn we zeker bereid om daar antwoord op te geven. Dus wat mij betreft ga ik hierbij de webinar sluiten en wens ik jullie een fijne avond en een goed weekend.